staat hij daar. Ja hoor. De roze emmer, oftewel de Dilemma Plus. Imke, hij staat bij jou. Inderdaad. Zal ik dan maar meteen... Vrolijk om mee te tikken. Ja, er zitten dus allemaal truth or dare vragen of dilemma's in. En confetti-stukjes. En confetti-stukjes, inderdaad. Dat maakt het allemaal net een stukje vrolijker. Oké, ik heb er één. Ja? Ik, Of we willen opschieten. Jee, nee. Oh, wat irritant. Heb je een truth of een dare of een dilemma? Dare. Echt overtuigd? Ja. Dus je moet iets doen. Beeld een celeb uit totdat iemand raadt wie het... Ja! Ja, wat, ja! Oh, wat vreselijk. Dames en heren, kijkt u mee. Oké, maar alleen uitbeelden. Ik mag dus niet praten. Nee, alleen uitbeelden. Ja, een soort van hint, toch? Heet dat spel? Ja. Wij beschrijven wel... Wat er gebeurt. Ja. Heb je iemand in je hoofd? Nee, ja, ik heb dan ook nooit iemand in mijn hoofd. Celeb? Ja. Een heel bekend iemand. Oké. Ja, ik heb iemand. Ze kijkt zo met een duckface. Ja, inderdaad. Kim Kardashian. Ja! Yes! Ja, jij zegt gewoon ja. Nee! Oh shit. Oh, wat fijn! Oh yes, ik hoefde daar alleen maar eventjes mijn lippen te uiten. Ja, wow. dan heb je het al. Daar word je niet moe van. Ik zat oprecht aan Marijke Helwegen te denken. Oh ja, in dat kan ook. Ja. Had je dan ook ja gezegd als ik dat zei? Nee. Dan had ik wel gebaald. Ik dacht, dit is toch net Kim Kardashian wat ik nu doe? Oké, doe de der trouwens maar weer terug in het mandje. Dingetje. Ja, ik ga hem terug in het mandje. Die zijn leuk om vaker te gebruiken. Ja, superleuk. Vinden wij. Oh, dat is net een stembiljet als ik hem weer terug moet vouwen. Ja, wel een klein stembiljet. Ja. Nou, Rick. Daar gaat hij dan. It's your turn. Een groene confetti. Hey! Nee, ik had deze. Even kijken, ik heb een dilemma. Oh jee. Sure. Oh, ja. Ben je erop uitgezocht? 1,20 meter kort zijn of 2,20 meter lang zijn? Nou, dat had ik het wel geweten. Ja. Ja, ligt er aan hoe je het bekijkt. Kijk, als je het uit praktische overwegingen doet, dan kies je natuurlijk voor 2,20 lang. Want als je dan bijvoorbeeld naar een concert gaat of zo, dan kijk je overal bovenuit en dat soort dingen. Ja. Maar gezondheidstechnisch gezien kun je beter dan 1,20 lang zijn. Want hoe langer, hoe sneller je last krijgt van kwaaltjes. Ja, dat klopt. Dan ga je op een gegeven moment helemaal krom lopen en zo. Maar ook als je die langste man van de wereld ziet, die loopt iedere dag met een stok. Die kan zichzelf helemaal niet omhoog houden. Nee. Wil jij zijn moeder te kijken? Nee, maar 1,20. Dat is echt klein, hè? Ja, dat is echt klein, inderdaad. Maar... Dat is echt bizar. Nou, ik ken mensen die heel klein zijn, daar word je denk ik niet vrolijk van. Nee, 1,20. Ken je Roel? Roel? Roel van Velsen. Die scheelt niet zoveel daarvan, hè? Oké. Hij is letterlijk de 1,5 meter, toch, Roel van Velsen? Oh ja. Daar komt die pandemie dus vandaan. Ja. Goed, zo, plotseling overgang. Ja, ik zet hem even terug. Oh. Oké. Spannend hoor. Ja. Oké, ik heb er eentje. Een deer. Oh, godverdomme, ja, een deer. Echt? Ja. Oh, nee. Nee, die heb ik al laatst gehad. Post zo lelijk mogelijke selfie in je Insta-story. Nou, dan hoef je die niet. Nee, hoef je niet. Nou, dankjewel. Oh, jeetje. Heb je die van mij laatst niet gezien? Die heel lelijk was? Ja. Dat is me niet opgevallen. Eentje maar. Moet je dat dan van altijd doen? Nou, dan gaan we weer een nieuwe pakken. Oh, ik heb ook een dilemma. Nog maar één maand te leven of onsterfelijk zijn? Nou, dan ben ik liever onsterfelijk, denk ik. Ja. Dan kun je letterlijk gewoon een beetje alles gaan doen en zo. En als je één maand te leven hebt, dan zwaai je heel snel allemaal. Ja. Komt allemaal weer heel dichtbij. Ja. En jullie, want het is wel heel kort antwoord. Ja, hetzelfde, onsterfelijk. Ja, ik vraag me wel af wat je dan gaat doen als de wereld vergaat of zo. Ja, dan weet ik. Kijken. Ja, en dan? Ja. En daarna dan? Ja. Nou, leuk. Zweef je daar een beetje. Maar goed. Misschien denk ik er te ver over na, dat kan hoor. Dat denk ik ook. Maar als je onsterft, dan kun je ook gewoon niet doodgaan inderdaad. Ja, dat is onsterfelijk. Nee, ik zit dus daar hoop ik al ons nieuwe woordenboek. Welkom bij de cursus Weekend voor Behimmers. Allereerst duimpje omhoog doen, daarna delen met je vrienden en natuurlijk volgende week weer kijken.